wauw. Dit is echt te gek, jongen. Hier zwemmen allerlei soorten visjes. Op sommige plekken in de wereld, zoals hier in de Caribische Zee bij Curaçao, heb je niet alleen maar mooie visjes onder water, maar kan je ook heel mooi gekleurd koraalrif vinden. Sterker nog, het hele eiland is eigenlijk opgebouwd uit koraal. En om dat van dichtbij te bekijken, gaan wij duiken. Maar omdat ik nog geen volleerd duiker ben, ik heb nog geen papieren, moet mijn buddy mee. Dat is Francis, die is heel belangrijk. Ja. En tropisch zeeonderzoeker Mark Vermeij. Koraalriffen barsten van het leven in allerlei vormen en kleuren. Gezond koraal blijft steeds groeien en kan heel oud worden. Maar wat is koraal nou eigenlijk? Koraal heeft de kenmerken van een dier, plant en een steen. Het koraaldiertje lijkt heel erg op een kleine zeeanemoon. Koraaldiertjes leven niet alleen, maar met z'n allen in een kolonie. Het koraal is grofweg in te delen in zacht koraal, gorgonen, en hard koraal, en dat noem je steenkoraal. Iedereen kent dieren die een skelet hebben. We hebben er namelijk zelf ook één. En soms zit het skelet aan de binnenkant, zoals bij ons. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dieren die ook een skelet maken, zoals een schelp. Daar kunnen ze zich in verstoppen en dan kan het beest als het ware aanhangen, zodat het niet als een pudding in elkaar zakt. Ja. Nou, dus een koraal maakt ook een skelet en dat ziet eruit zoals dit. En dan zie je hier al die gaatjes zitten. Oh ja. En elk van die gaatjes, dat is in principe één koraalbeestje. Zo'n bekertje, dat is het skelet van het koraal. Ja. Nou, dan hebben we het beestje zelf nodig. Dus dan krijgen we zeg maar het anemoontje. Daar heb ik deze voor meegenomen. En dat beestje woont in zijn skelet. Wat ze kunnen is zeg maar leven van zonlicht. Maar dat doen ze niet zelf. Mm-hmm. Dat doen ze met de hulp van kleine algen die op het oppervlakte van het koraal leven. En wat die algen doen is dat ze zeg maar het zonlicht omzetten in suiker. Dat gebruiken ze zelf, maar dat wordt als voedsel. Dus, en een gedeelte van dat voedsel geven ze dat aan dat koraal. Dus overdag leeft het diertje van wat hij van het plantje krijgt. Ja. Maar 's avonds is er geen zonlicht, dus hoe wordt er dan voedsel gemaakt? Nou, daar hebben koralen iets voor bedacht. Die koraalbeestjes, dat zijn eigenlijk polypen, dat is een soort anemonen. En anemonen hebben tentakels. Stel, dit is een klein onderwaterbeestje. Ja. En dat komt dan op tegen die tentakel aan. Dan steekt het koraal met zijn tentakel dat beestje. En dan wordt dat zo langzaam naar beneden gebracht. Wauw. In de mond. Ja. En dan zit hij hier in zijn maag. Ja. En daar wordt het verteerd. Dus 's nachts leven ze van diertjes die ze vangen uit het water met hun tentakels. En overdag leven ze met behulp van die algjes die voedsel voor hem maken met zonlicht. We weten nou wat koraal eten, hoe ze groeien, maar hoe planten ze zichzelf voort? Stel, er komt een storm voorbij en dat breekt een stuk af. Ja. Als dat stuk afbreekt, dan kan het doorgroeien. Oh. Dus dat is één manier. Ze kunnen gewoon door tweeën en dan heb je twee klonen, twee dezelfde individuen. Ja. Een andere, dat is meer zeg maar wat ook van andere dieren kennen en van mensen, is dat je een eitje en een zaadje nodig hebt. Mm-hmm. En daar hebben ze twee verschillende manieren voor. Van sommige koralen houden het eitje in hun lijf. Mm-hmm. En dan komen de zaadjes die komen eraan, die worden bevrucht. Net als bij mensen? Ja, precies. Dus dan krijg je eigenlijk een babytje. Mm-hmm. Maar bij koralen noemen we dat een larf. Mm-hmm. Nou, die larf die is op een gegeven moment kan die zwemmen. Mm-hmm. En dan komt die uit het mondje van het koraal. Mm-hmm. En dan gaat hij een plekje zoeken op het rif. Ja. Het andere manier is dat koralen die maken eieren en zaadjes in hun lijf. En één keer per jaar, 's nachts, maken ze een pakketje van al die eitjes en zaadjes bij elkaar. Ja. En dat pakketje, dat balletje, dat doen ze door hun mond naar boven. Ja. En alle kolonies doen dat tegelijkertijd. Mm-hmm. Dan vallen ze uit elkaar. Ja. Dan komen al die balletjes eruit, ja, al die zaadjes. Ja. Dan bevruchten ze elkaar. En dan wordt het ook weer een larfje. Dat is die coral spawning. Dat is de coral spawning.
Mark, 7 uur, zon is bijna weg. Wat gaan we doen? We gaan direct naar de plek en dan hopen we dat rond de uur of 9, tussen 9 en 10 uur, de koralen vanavond hun eieren en hun zaad los zullen laten. En dan? Nou ja, dan vangen we ze op en dan nemen we ze weer terug naar het laboratorium om te zorgen dat ze goed opgroeien en we er experimenten mee kunnen doen. Mark gaat het water al in. Dan gaan ze die netten uitzetten waarin alles opgevangen wordt. Maar het is wel bijzonder hoor, dit. Het gebeurt één keer per jaar en we mogen er gewoon bij zijn. Dat is wel te gek op Curaçao. Is dat die gekleurde dingen, dat zijn bestaat van eicelletjes? Ja, dus dit. Ja? Uit elk polypje komt één zo'n balletje. Ja? En zo'n balletje, dat zijn ongeveer 200 tot 300 eitjes. Ja? En zaadcellen. Ah, oké. Okay. En dan hier dat melkige. Ja? Dat is het zaad. De eitjes en zaadcellen die net bij de coral spawning zijn vrijgekomen, die zijn opgevangen in de buisjes die op die tenten zaten. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Want dit is niet het echte materiaal, toch? Nee, dit is niet het echte. We hebben het een beetje nagemaakt. En dat is zeg maar omdat die eitjes en die zaadjes ontzettend gevoelig. Dus als er een haar invalt of iemand hoest erop, dan gaat alles dood. En dat willen we niet, want het gebeurt maar één keer per jaar. Maar zo ziet het er ongeveer uit. Dus elke kolonie die levert en eieren en zaad. Mm-hmm. En ze kunnen zichzelf niet bevruchten. Dus hier kunnen geen baby's van komen. Dus hier moet verschillende, die moet je bij elkaar kruisen. Okay. Dan hebben we een bakje met heel schoon water. En dan gooi je ze dan heel voorzichtig bij elkaar. Dat laat je ongeveer 2 uur staan. Dan zijn die eitjes bevrucht. Die haal je er dan uit. Stop je ze weer in schoon water. Mm-hmm. En dat wordt dan uiteindelijk een larf. En dan uiteindelijk weer een koraalkolonie. Hoe lang duurt het voordat het een larf is? Voordat ze kunnen zwemmen, dat duurt ongeveer 12 uur. Het is nu 12 uur na de spawning, dus ik ben heel benieuwd hoe het met Mark en zijn larfjes is. Dus wat je hier ziet, zijn de larven van gisteren. En je kunt zien dat ze nu al bewegen. Dit is echt heel gaaf om te zien. Mark, al dat onderzoek naar koraal, waar is het goed voor? Waar doe jij het voor? Die larven, dat moet je toch een beetje zien als de, het zijn de babytjes en dus de toekomst van de koraalriffen. Van de koraalriffen die er over 300 jaar zijn, die moeten nog geboren worden. Dus het is heel belangrijk om te weten wat die eerste, die babytjes, doen. Wat ze fijn vinden, wat ze niet fijn vinden. Zodat je die kennis, dat als je weet hoe ze hun leventje leven, hoe je die kennis kunt gebruiken om bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen te treffen. Om te zorgen dat dat rif er over 500 jaar ook nog steeds ligt.